Zo, boven de grond zijn de lopers allemaal van start gegaan. Maar hier onder de grond is het nu nog heel rustig. Maar straks willen natuurlijk alle toeschouwers gaan kijken hoe ze bijvoorbeeld op Zuid aan het hollen zijn. Vanaf de Koolsingel zijn de snelle jongens al na 5 minuten op Zuid. De rest volgt snel. Toeschouwers duiken dan al snel de metro in op naar Zuid. Ga je ze nou nog een keer aanmoedigen? Ja. Wie gaan we aanmoedigen? Marcel. Oh, Marcel. Ja. Yes, we're going to watch him at the slinger. Now, yes. Good luck. Thank you. Thank you, Holland. Doordat de route dwars door de stad ligt, is normaal autoverkeer niet mogelijk. En dus alleen onder de grond kun je je nog bewegen. Want de marathon is expres zo uitgelegd over de stad dat hij langs allerlei metrostations gaat. En wij hebben vandaag zo'n 200.000 mensen die met de metro gaan. Nou, kijk om je heen. Je moet er toch niet aan denken dat dat zonder metro zou gebeuren. De RET heeft dan ook extra veel personeel en materieel ingezet. Ondertussen, boven de grond, loopt de grootste groep met lopers nu ook op Zuid. En stroomt de metrohalte bij Beurs, om richting Zuid te komen, helemaal vol. Honderdduizenden mensen staan vandaag langs de kant om iedereen aan te moedigen uiteraard. Maar zo'n 200.000, die willen ook allemaal dat nog een keer doen. Dat kan alleen met de metro. Kom op, Eduard. Dat is echt pushen. Oké, nou wij stappen er wel even uit. Het gaat gewoon niet passen. Veel succes. Sardientjes in een blik. Dan gaan we gewoon kijken in de centrale verkeersleiding. Kijken hoe het er daar aan toe gaat. Want wat al die honderdduizenden mensen niet in de gaten hebben, is dat er een hele wereld schuil gaat achter deze massa volksverhuizing. Dit is het hoofdkwartier van de RET verkeersleiding. Alles lijkt rustig te verlopen. Totdat de politie een melding doet om te helpen uitkijken naar een donkere en gewapende man met munitie. Alles. Dus als jij een donkere man ziet met kruishaar waarvan je denkt van nou die gedraagt zich gewoon verdacht. Laat ze bellen. Ja, of je me dan eventjes wilt bellen, dan gaan we gelijk even spotten. Want de politie kijkt ook mee met de camerabeelden. Ik heb de stationsbemanning daar ter plaatse geïnformeerd en die gaan het dan voor ons daar ook bekijken. Ondertussen geniet men op straat gewoon zoals het hoort van het evenement. Dus. Nou, je bent niet de allerlaatste nu. Nee, hè? De ene laatste. Dat was het doel ook. Maar met de aankomst van de eerste lopers weer terug bij de Erasmusbrug ontvouwt zich precies daar een rampscenario voor de RET. Een metro schijnt met een vonkenregen te zijn vastgelopen bij halte Leuvenhaven. Die honderdduizenden reizigers die net op Zuid waren, moeten nu weer naar Noord. Maar er is nog maar één buis daar bij de Maas beschikbaar. Gelukkig heeft de man die ervoor zorgt dat de metro's niet tegen elkaar botsen, wel even tijd voor ons. Ja. Dus u moet nu iedereen handmatig zeggen dat ze weg mogen of dat ze moeten stilstaan? Klopt. We hebben de collega's zijn gewaarschuwd dat we dus nu enkel spoor rijden via vanaf Leuvenhaven parallelweg tot aan de Rijnhaven via één spoor. De kapotte metro blijkt een storing te hebben bij de stroomtoevoer en mag daardoor voorlopig niet van zijn plaats. De eerste loper gaat ondertussen over de finish. De vele supporters proberen nog steeds van zuid naar noord te reizen om hun of haar supporter nog aan te moedigen. Met de inzet van extra materieel en uiteraard een goed geschakel door Piet komen de supporters met minder dan 5 minuten vertraging aan bij de Koolsingel.